Op de eerste hulp moeten artsen heel snel heel veel beslissingen nemen. Terwijl ze eigenlijk nog vrij weinig weten van de patiënt. En terwijl ze dat doen, verzamelen ze heel veel data. Bijvoorbeeld hemoglobine of de mate van bewustzijn. En ik probeer met die data te onderzoeken wat dan de beste beslissing zou zijn op zulke spannende momenten. Ja, zeker. Nu we ook te maken hebben met dat coronavirus, is juist beslissingen op de spoedeisende en hulp super moeilijk. Want wie moet je medicijnen geven of wie gaat op de intensive care belanden? Ja, big data is een heel groot buzzword, ook in de geneeskunde. Ik vind het lastig om echt te zeggen dat die stap naar de praktijk makkelijk te maken is. Ja, ik beantwoord eigenlijk drie vragen. Ten eerste, wat doen we nu? Wat doen dokters nu? Dat is denk ik goed te beantwoorden. De tweede is, wie moeten we voorrang geven? Dus eigenlijk voorspellen wie de slechte uitkomst krijgt. Dat is denk ik ook heel goed te beantwoorden. Maar wat heel lastig is en wat wel heel veel mensen proberen, is dan te onderzoeken wat we zouden moeten doen. En ik denk dat is denk ik heel lastig. Ja, dat begon eigenlijk altijd in mijn tweede jaar van geneeskunde. Ik begon toen een beetje door te krijgen dat heel veel dingen die in het ziekenhuis gebeuren, heel veel behandelingen die worden gegeven, zijn heel erg gebaseerd op altijd al zo geweest, altijd al zo gedaan, in plaats van echt op bewijs. En dat vond ik eigenlijk best frustrerend. En aangezien ik ook best wel van wiskunde hou en van coderen, dacht ik, dat lijkt me wel wat om dat uit te zoeken. Ja, aangezien het heel erg aansluit met wat wij doen, onze groep, zijn wij er echt bovenop gedoken. Wij hebben in plaats van echt focus op de corona, we hebben gefocust op de gevolgen daarvan. We hebben een model gemaakt om te kunnen kijken welke operaties, als je er weer ruimte voor hebt, eigenlijk het eerste zouden weer moeten plaatsvinden. Ja, dus de crisis heeft hartstikke grote gevolgen gehad voor Nederland, voor heel de wereld. Maar voor mij als onderzoeker, ja, vond ik het dus eigenlijk wel heel spannend en interessant. Faces of Science.